Hi, Chris. Leuk je kijken naar de Korte Weekhoroscoop. En deze week is voor week nummer 34. Dat is van maandag 17 augustus tot en met zondag 23 augustus. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het eigenlijk, Kreeft, alsof deze week een week is waarin er een overwinning voor je gaat komen. En hij begint eigenlijk al vrij snel. En ik heb het idee dat je er niet helemaal van kan gaan genieten, omdat je eigenlijk een soort startschijn in je hoofd hebt gekregen dat je meteen in de actie moet. En je lijkt ook heel veel beweging te gaan hebben. En pas eigenlijk als je weer bepaalde zaken gedaan hebt, dan lijkt je pas te kunnen gaan genieten. Ik heb namelijk het idee dat het echt te maken heeft met een bepaalde nieuwe kans. Maar je durft hem nog niet helemaal gelijk te geloven. Je hebt juist het gevoel dat je je extra moet gaan bewijzen. En op zich geeft dat niet, want ik heb het idee dat het later zeker gaat komen. Maar het is echt een week waarin je het aan jezelf te danken hebt dat het allemaal zo lekker loopt. Want je blijft dus echt niet op je luie kont zitten, om het zo te zeggen. Je blijft echt in beweging. En zeker ook nadat je eigenlijk het stukje dus overhandigd hebt gekregen, dat je volgens mij eigenlijk wat meer rust zou mogen nemen, doe je het eigenlijk niet, want je wilt er gewoon het allerbeste resultaat van maken. Dit was weer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.